Ik heb een dinges nodig. Wat? Ik heb de dossier bij me. Nou, gelukkig kom ik bijna aan met een solution. Ik moet eigenlijk de skin van de Carrot Fashion Week quest hebben. Ik heb eindelijk eens een keertje wat ik zocht. Nice. De hele tijd deed ik moeite. Het blijkt uiteindelijk gewoon een fucking cave te zijn. Hoi mevrouw! Deze zei tenminste hooi terug. Hoi meneer! Oké, die zegt gelijk netjes hooi terug, dus die mag ook wel even leven. Oh, ik moet daarheen, oké. Okay. Dan loopt hier een tasmeneer. Hallo tasmeneer, hoe gaat het met u vandaag? Echt bizar hoeveel huiden ik bij me heb. Ik ben het ergens door geraakt. Ik heb geen idee door wat. Dat is niet best. Auw! Nou ja, ik weet wel, help me eens eventjes. Ik lig hier op de grond. Ja, ik leef nog maar net door jou. Door mij? Ja, dat is jouw schuld dat ik nog maar net leef. Ik heb helemaal niks gedaan. Jij landde op mijn hoofd. Nee, ik ben eraf gesprongen. Dat ding is zelf, uit zichzelf geland. Op mijn hoofd, ja. Wow, oké, hij ontplofte. Dude, wat doe je? Hij ontploft uit zichzelf. Ja, lekker een ander de schuld geven. Maar ik was alleen maar afgesprongen. Een maatje van mij heeft Pokémons gevangen in Pokémon Go. Oh, dat spel. God, Jezus. Wacht, doe niet. Nee, God en Jezus doen niet mee. Wacht, doen die servers het eindelijk weer? Ja. Ze hebben eindelijk een probleem gefixt dat ze alles, dat ze al je gegevens nodig hebben van Google. Weet ik niet. Ik kon vanaf gisteravond 6 uur niks meer. Oké. Okay. Ik weet niet of ik het gisteravond na 6 uur wel geprobeerd heb. Ik wel. Ineens vanaf 6 uur kwam ik nooit meer iets tegen. Oké. Okay. Maar het is eigenlijk de Fashion Skin Week dinges. Nou, als je fout zoomt op de map, dan zou je het voor mij moeten kunnen zien. Nee, niet. Ik heb die nodig om mijn tas groot te maken. Ik kijk even heel snel hoe je die kan vinden. Wauw, wat de fuck gebeurde daar? Heb je mij net kapot geschoten of zo? Nee, ik schoot niet op jou. Nou, ik... Oh. Wow, vijanden! Ja, ik ben dus ineens vermoord door hun. Ik vind het leuk dat bullshit systeem nog... Oh shit. Oké. Okay. Volgens mij heb ik hun allemaal vermoord. Oké, punt 1. Er komt meer aan. Punt 2. Zo dat vliegding hebben ze kapot gemaakt. Ga dood. Ik ga niet dood, heb ik geen zin in. Hij is dood. Dat werkt hè. Gewoon zeggen ga dood, dat werkt.
Kijk, wat heb jij bij je? Dude, je hebt helemaal niks bij je. Wat ben je voor een sneuvelhuur? Van welk heb je nodig? Ik heb de fashion of the week ding nodig. Ik heb er een waypoint op gezet. En ik heb er nu nog één stinkt hier nodig, dan kan ik wel iets maken. Ik heb geen idee wat, even kijken. Dan kan ik ook weer met de stinkt hier. Als ik een stinkdier heb, twee nog, dan kan ik meer pijlen bij me houden. Oké. Okay. Dat is ook wel awesome. Nou, we zijn bijna bij dat dingetje. Gelukkig. Dan heb ik een grotere tas, dan zit ik misschien wat minder met het probleem dat hij elke keer vol is, omdat ik hem helemaal vol op zit met huiden. Je loot gewoon te veel. Nee, je weet nooit waar het goed voor is. Maar ik heb alleen maar huiden bij. Kijk uit. Ik hoorde net, er kwam net iets voorbij vliegen. Maar! Dude, sterf! Ja, ik lig al op de grond. Nee, ik had het over die andere gasten. Ze willen mij alive burnen. Ja, kan je me even omhoog helpen? Ja, ik wil wel, maar ik weet niet waar jij bent. Daar lig je. Hey, hallo! Ik ben hier. Zeg je dan? Thank you. Oh mijn god. Yikes. Reload. Ja, even reloaden. Dan kan ik weer schieten. I'm going to kill you. Rip. Ik kan nu een nieuwe skill ding unlocken. Oké, dat is unlocked. Oké, okay, we hebben het in principe gefinished. Oké, okay, zal ik hem accepteren? Coward Fashion Week. Reach Hunting Grounds in Gear Up. Dit betekent eigenlijk maar één ding. Ga naar de positie en pak daar een fucking nieuw wapen. Ik sta hier, kom maar me halen. Ik zit achterop. Oh nee, ik dacht dat ik achterop zat. Ik zit achterop. Oké, okay, nou, kleine 250 meter nog. En dan heb ik een grote tas. Ja! Ik heb geen idee. Ik hoop dat ik een grotere tas krijg. Bam! Hier zit iets. Oh jeetje, propaganda. Ja, hup. Weg met die propaganda. Jeet, als ik propaganda zie, dan ga ik er altijd naartoe. Ja, dat weet ik. Hoe ver weg het ook is, als ik het toevallig tegenkom. Mm-hmm. Zijn er ook eigenlijk quests voor? Weet ik niet. Er moet iets zijn van een soort quest dat je ook propaganda moet vinden. Arrow or bolt. Dus die vraag is iets belangrijks, want ze hebben hier spannende muziek neergezet. Je moet hem vermoorden met een fucking pijl en boog alleen maar. Of crossbow bolt. Net als een rare animal. Ja,
Kijken. Waar zit hij? Ja, dat was hem niet. Oh nee, er zitten nog veel meer. Help. Shit. Ik heb wel arrows gebruikt. Ik schoot met een bij een boog. Ik denk dat ik per ongeluk mijn linkermuisknop ingedrukt hield toen ik doodging. Niet doen! Dan moeten we weer helemaal opnieuw. Oh, maakt eruit. Ja? Het zijn maar drie fucking wolven. Het zijn geen wolven, het zijn honden. Maar dat maakt me niet uit. Wolven, honden, het is hetzelfde in mijn ogen. Nee, dat is niet hetzelfde. Ze bijten je allebei dood als je niet uitkijkt. Dat zat ook wel weer mee. Ik heb hier een hond naast me zitten, die slaapt. Nou ja, eentje slaapt en de andere die zit er zeer zit bij bed te likken. Juist. Ja, dat is hij echt aan het doen. Juist. Goed, herinner me eraan dat ik niet nog een keer een hond wil. Mijn bed hoeft niet afgelikt te worden. Hij zit op het uiterste eind van het voeteneind. Hij zit helemaal op het hoekje, maar hij wil aandacht. En zijn manier van vertellen dat hij aandacht wil, is dat hij gewoon random dingen gaat tikken. Dat is niet echt de goede manier van aandacht vragen. En soms likt hij de muur, soms likt hij gewoon in de lucht. Can us connect the game session, please try again later. Leuk! Ah. Aantal klapjes voor de goede connectie van Ubisoft. Als we dan toch heel eventjes moeten pauzeren, dan ga ik eventjes naar de wc. Wacht, even voordat je mij weer kan joinen. Ik wil de wc gewoon meenemen. Het is jammer dat ik geen laptop heb, anders had ik gewoon de hele laptop meegenomen. RIP laptop. Oh, dat zou je net zien, dat gewoon, dat je een enorme grote rol eruit gooit en dat je dan op de wc zit op te nemen. Ja, dat hoef ik dus niet. En dan is zo poel, dat je dat dan hoort in de video. Nou ja, dat ga je nooit horen in de video, want dat haal ik er dus tussenuit. Zover ga ik niet met dingen erin houden. Ik zou juist dat erin laten. Nee, doe maar niet. Dat is voor mij een beetje te... Map, co-op, invite friends, jou, invite to game. Heet ik jou? Nee, dat zeg ik altijd bij alles. Ik dacht dat ik jou heette. Nou, wacht dat hij is geladen. Nou, even naar de toilet. Darfan does the talking, okay, of Darpan. Whatever. Okay. The fuck? Scheidgame. Scheidverbinding van Ubisoft. Ik heb de game uitgezet. Wauw. Ik heb niet gezegd dat ik hem permanent heb uitgezet. Ik heb gezegd dat ik hem uit kan zetten. Dat betekent dat ik hem ook weer aan kan zetten. RIP. Nee, geen kippen. RIP. Nee, geen RIP vandaag. RIP op alles. RIP Ubisoft. Want ik haat Ubisoft nog steeds. Geen Ubisoft games wil ik open dan. Nou, ik wil dus Watch Dogs 2 hebben, dat is een beetje het probleem.
Dus moet je weer inviten, mogen we weer wachten. Dat zit weer niet. Dus ik heb... Welkom in de wereld van gaming. Wat vaker niet werkt dan wel. Ubisoft werkt namelijk niet. Factorio werkt perfect. Die heb ik niet. Kopen of aanvragen volgens mij kan je wel. Geen zin in. Gewoon doen. Factorio is leuk. Waarom? Het is alleen veel nadenken. Ik hou niet van nadenken. Ik ook niet. Niemand houdt van nadenken. Maar het is voornamelijk gewoon goed zijn met tellen. Ik wil niet tellen. Nou ja, je hoeft niet per se te tellen. Het is alleen dat je een klein beetje moet weten wat je doet. Ik wil niet weten wat ik doe. Dat weet ik toch ook niet. En nog, toch is het mij ook gelukt. Daar was ik gewoon aan het zeuren om te zeuren, hè? Wauw. Rip. Waar? Rip. Ik heb de game Witan aangevraagd. Nooit van gehoord. Nachtlampje. Ja, die naam is ook wel cool. Juist. Ja, het heet eigenlijk Nightlight, maar... Juist. Pindakaas. Wauw. Oké, het werkt dus allemaal nog steeds niet. Dit is dan Far Cry 4, aangezien het voor geen meter werkt. Nou, dan gaan we het straks nog een keertje proberen. Neem even pauze. Als het dan werkt, googelt. Ik kan mijn telefoon op mijn toetsenbord vallen. In ieder geval, dit was het dan alweer voor deze keer. Allemaal laatste zoals op in de beschrijving. Hoop ik jullie het leuk vonden. En tot de volgende keer. Doei!